Nu 2 jaar Parkinson en ben enorm moe. Hoort dat bij het beloop? Wordt dat weer beter? Bart? Ja, moeheid vind ik zelf een struggle. Ja? Ja, dat is dagelijkse kost. Moeilijk. Ja, we hebben het er ook vaak over wel in de groep, hè, met onder andere met Bas Bloem. Ja, dat is heel moeilijk te behandelen. En je hebt moeheid en slaperigheid. Dat is echt iets anders. Hè. Als je grotere slaapbehoefte hebt, dan kan je daar wel strategie of dan kan je goed kijken naar de nacht. Maar moe zijn, ja, dat is, vind ik zelf heel moeilijk te behandelen. Dus dat is een heel lastige klacht. Ja. En dat is heel ook, ja, dat, we horen het vaak. Maar het hoort dus bij het beloop. Het hoort, het is het hoort bij beloop. De ziekte. Het hoort bij de ziekte gewoon. Ja, ja, het hoort intrinsiek bij de ziekte. Ja, ja zeker. Ja. Ja, maar daar wil ik misschien nog iets op zeggen. Medicatie heeft daar denk ik ook mee te maken in mijn geval. Ik denk dat dat misschien voor meer mensen zo is, hè, dat dat de slapen invloedt. Ik had zelf het idee dat bepaalde medicatie, met name de agonisten, je heel erg doenerig kunnen maken. Dus je, daardoor word je vroeg wakker. Ik geloof dat dat iets is wat andere mensen misschien wel herkennen. En dat was voor mij ook een van de redenen om DBS te willen. Want het, ja, dat heeft mij echt inderdaad geholpen. Ik slaap daardoor beter. Nu ik veel minder medicatie gebruik, dat moet ik wel zeggen. Dus, minder medicatie gebruik door de DBS. Dus ik denk dat ik iets van 80% minder gebruik dan voorheen. Ja, nee, dat is precies en wat jij ook zei. Dus met die operatie ja. vervang je een stukje van de medicatie. Ja. 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 Mooi.